Welkom bij de Goed met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 33 van Goed met Geld. Ik ben Bas en ik blog op firetheboss.eu. En ik ben Arjan en mij kan je vinden op stoppenvoormijnvijftigste.nl En die twee websites, dat zijn onze side hustles of ja, zoals we het ook al kunnen noemen, we klussen een beetje bij naast ons gewone werk. En vandaag gaan we het dus hebben over het bijklussen naast je baan. Ja, want naast onze maandelijkse inkomsten verdienen wij ook gewoon met andere dingen. Uh, bijvoorbeeld onze blogs. Uh, Bas doet er ook nog een aantal dingen naast. En ja, zo zijn we eigenlijk, nou ik kan wel zeggen, ons hele leven al bezig om geld te verdienen naast onze gewone baantjes. Want uh, bij mij begon dat zelfs al tijdens mijn studie, dat ik al verdiende naast mijn gewone uh, supermarktwerk. Ja, nee, dat is bij mij eigenlijk ook zo. Ik, uh, ik deed een beetje een gecombineerde bedrijfskunde en ICT-achtige studie. En ik was eigenlijk altijd al bezig met uh, websites bouwen en zo. En op een gegeven moment dacht ik, oké, hey, dat kan ik ook wel voor iemand anders doen. Dus tijdens mijn studie heb ik regelmatig wat websites gebouwd. En ja, dat was toch wel, uh, wel leuk bijverdienen voor relatief weinig werk. Ja, sterker nog, ik, ik had mijn krantenwijk en ik ben daarna nog bij een uh, supermarkt gaan werken. En ondertussen, ik deed een informaticaopleiding, dus ik was ook wel handig met computers. Dat kan ik van mezelf dan wel zeggen. En dat weten mensen dan na een tijdje ook van jou. Dus dan was het, hé hey Arjan, uh, mijn computer doet het niet zo relaxed. Kan je er eens even naar kijken? Please fix. Please fix. En uh, zoals elke nerd dan uh, als eerste vraagt, have you tried turning it off and on again? Maar dat werkte niet altijd. Dus dan kwam ik er inderdaad bij en daar verdiende ik een leuk zakcentje mee. En zelfs zo leuk dat ik uh, op een gegeven moment op mijn achttiende helemaal geen bijbaantjes meer had, behalve het fixen van al die computers. En dat was eigenlijk gewoon mijn vaste inkomstenbron tot ik echt ging werken. Wat cool, wat gaaf. Ja, nee, dat bouwen van websites toen ik nog op school zat, dat deed ik er gewoon een beetje bij. En ooit is een, een paar honderd euro hier en een paar honderd daar. En dat, dat, was niet, uh, dat was niet zoveel als dat ik bij mijn uh, reguliere supermarktbaantje verdiende. Maar dat hielp wel. En dat, uh, ja, het uurtarief was een stuk hoger dan de acht en later tien euro die ik bij de supermarkt kreeg. Dus dat, uh, dat was wel fijn inderdaad. Maar goed, um, eigenlijk zijn we nooit gestopt met het hebben van die bijbaantjes, of wel? Uh, nee, want uh, ja, ik ben wel gestopt met het fixen van computers. Hoewel ik mijn eigen computer met nog steeds uh, af en toe even goed moet doorgronden. Maar ik ben nog steeds heel hard bezig. Ja, ik ben op een gegeven moment eigenlijk wel gestopt met die bijbaantjes. En toen ik net begon met werken na mijn afstuderen, toen, toen deed ik er eigenlijk niks naast. En dat is, uh, dat is pas later gekomen toen ik ben gaan bloggen. Um, en toen dat bloggen een klein beetje geld ging opleveren, toen is dat een, uh, een soort side hustle voor mij geworden. Um, maar ben je altijd tussen je afstuderen. En, en nu uh, heb je altijd een side hustle gehad, Arjan. Nee, nu je dit zo zegt, inderdaad, toen ik echt begon met werken. Ik heb altijd geroepen, zolang ik studeer, ik ook al die computers. Uh, daar ben ik dus inderdaad op, op uh, het, mijn eerste werkdag ben ik daar dus mee, begon, mee gestopt. En ja, toen ik denk anderhalf jaar later, twee jaar later, ben ik inderdaad uh, stoppen voor mijn vijftigste begonnen. Maar inderdaad, die twee jaar heb ik dus niet echt een side hustle gehad. Maar ik was druk genoeg met mijn 40-urige werkweek. Ja, een 40-uurige kijk als je net uh, bent afgesteerd is dan ook best wel heftig. Tenminste, ik, ik was al tijdens mijn afstuderen een stage aan het lopen, dus ik was al gewend om vijf dagen in de week op kantoor te zitten. Maar inderdaad, het is best heftig als je van je studentenleven in één keer naar het werkende leven gaat waarin je ja, gewoon van 9 tot 5 aan het werk bent, soms wel later nog in de file staat en zo. En ja, ik had toen ook gewoon oprecht niet de tijd om er wat bij te doen. Of tenminste, dat dacht ik. Inmiddels heb ik al. Manieren gevonden om wel dingen erbij te kunnen doen. En ik ben toen inderdaad begonnen met bloggen. Nou, dat is best een tijdje geleden uh, alweer. Maar ik, ik zag het bloggen in het begin helemaal niet als, als inkomstenbron. Ik, ik blogde gewoon omdat ik met geld bezig was. Met mijn vriendin kon ik wel over geld praten, maar niet in details. Dat vond ze toch wat minder interessant dan ik. En op een gegeven moment uh, dacht ik, van nou, dat moet ik maar online gaan doen, zoals zoveel andere bloggers dat doen maar niets met het idee om daaraan geld te gaan verdienen. Dat is pas later gekomen. Hoe is dat bij jou gegaan, Arjen? Heb jij wel vanaf het begin af aan al het idee gehad van... nou, dit is potentieel een leuke inkomstenbron? Of... Ja, toen ik stoppen voor mijn vijftigste begon... Uh, wilde ik daar wel een soort van... ja, hoe zou ik dat zeggen? Commerciële Wikipedia van maken. Uh, ik wilde een website bouwen waar heel veel informatie op te vinden is... en waar je dus echt naartoe gaat als je een vraag hebt. Ik zag het al helemaal voor me... Dat ik inderdaad er advertenties op had en dat ik er reclame uit kon halen. En daar baalde ik dus echt al enorm van dat dat niet meteen vanaf moment 1 kon. Want Google AdSense die, uh, liet dat niet toe. Ik had één artikel en de dag daarna had ik twee blogs. En de dag daarna drie blogs. Ja, dat was niet genoeg voor Google AdSense. Dus het heeft echt nog wel, ik denk, een paar weken geduurd. voordat echt Google AdSense erop kon, überhaupt. En toen heeft het echt nog, ik geloof, meer dan een jaar geduurd. voordat ik echt inkomsten uit mijn blog kon halen. Mm -hmm. Maar dat was wel de insteek om er iets aan of iets mee te gaan verdienen. Nou oh ja. ja, ik had altijd wel het idee van nou, dit kan misschien op termijn wel wat worden... maar toen ik begon had ik niet zoiets van ik ga er nu geld aan verdienen. Dus ik ben gewoon gestart en begonnen met schrijven... en op een gegeven moment krijg je wat meer lezers... en dan besef je van hey, wacht, hier zit misschien wel wat in. Dus ja, op dit moment probeer ik inderdaad ook wat aan Fire de Bos te verdienen... en eigenlijk pas sinds de laatste twee, drie maanden lukt dat een beetje... Ik verdien er inmiddels iets meer mee dan de kosten die ik ervoor maak. Maar als ik ga omrekenen wat mijn, nou ja, wat mijn uurloon dan is voor het bijhouden van, het, van de website, ja, dat is wel dramatisch nog. Ja, maar ik moet ook wel zeggen. kijk, ik zeg nu heel leuk, het was de bedoeling dat ik er geld mee ging verdienen. Uh, dat heeft een jaar geduurd voordat het echt inkomsten ging genereren. Maar in dat jaar ben ik daar ook wel een beetje van teruggekomen van. Ik vond het eigenlijk zo leuk om die blog elke keer te schrijven. En ik vond het zo leuk om het contact met de rest van de wereld. Of in ieder geval van Nederland dan te hebben. Om over geld te kunnen praten en over ideeën uitwisselen en, en al dat. Dat dat geld verdienen daarmee een beetje op, de, op het zijspoor is gekomen. Ik vond het bloggen leuker dan het initiële doel om uh, er geld mee te kunnen verdienen. Dus natuurlijk, hè, ik, ik verdien er wat mee, ik haal de kosten eruit. Maar ik wil niet heel commercieel gaan worden of iets. Want dat, dat is dan toch het stukje plezier wat ik dan opeens verlies uit mijn op. Ja, zo zit er ook al een beetje in met mijn, uh, met mijn website via Ik wil dat best wel wat commercieeler maken dan het nu is. Alleen ik wil niet uh, de authenticiteit verliezen. Ik wil wel mezelf kunnen blijven. En op dit moment verdien ik met name wat geld aan de website uh, middels affiliate marketing. Er zijn wat producten die ik gebruik, die ik aanprijs waar ik blij mee ben. En op het moment dat je dan via mijn website uh, ook dat product afneemt, of ook die dienst afneemt, dan uh, bestaat de kans dat ik daar een, een bepaalde vergoeding voor krijg. Um, en ik zou best wel artikelen kunnen gaan schrijven over allerlei producten waar ik helemaal niet achter sta, maar die goed lopen, goed verdienen. Uh, dat doe ik dus ook bewust niet. Ik wil best wel dingen aanprijzen. Ik wil best reclame maken en daarvoor betaald worden. Maar alleen maar als ik ook achter het product sta. En ja, ik wil dus niet een, gewoon een spreekbuis worden van allerlei bedrijven die maar. Wat roept Utrecht mij daar een paar euro voor geven? Nou, da daar ben ik inderdaad uh, gaanderweg ook uh, wijzer in geworden. Uh, Gastblogs, die publiceer ik eigenlijk niet meer, omdat ze meestal te veel reclame bevatten en ik denk ja, daar word ik niet heel veel beter van, uh, mijn lezer wordt er niet gelukkiger van, dus op die manier heb ik daar ondertussen wel een gulden middenweg in gevonden. Ja, nou we hebben het inderdaad hier heel erg over de inkomsten van onze blogs, maar de inkomsten van sitehussels gaan natuurlijk wel veel verder. Uh, Bas, jij bent bijvoorbeeld ook nog echt buiten jouw 40-urige werkweek voor een klant bezig? En voor een klant bezig, dat valt wel mee eigenlijk hoor. Ik, um, ik klus heel af en toe wat bij. Ik heb dat in overleg met mijn werkgever gedaan, want ik mag officieel uh, niet voor, voor eigen klanten werken. Uh, dus, maar goed, ik heb een, ik heb een goede kennis van mij die heeft een eigen zaak. Die vraagt mij hem af en toe te helpen met dingetjes die ik op mijn werk ook voor mijn klanten doe. Maar goed, hij is een kleine zelfstandige, hij gaat geen grote projecten doen, dus hij zal nooit klant van mijn werkgever worden. Um, maar hij vroeg mij van, wil je in je vrije tijd mij af en toe eens met wat dingetjes helpen? En dat zijn echt van die snabbelklusjes, hier en daar een uurtje. En, nou, daar verdien ik goed bij, bij. en dat, uh, dat zijn betere uurlonen dan die ik bij de Albert Heijn krijg. Maar ik, kan hem gewoon een, uh, ik stuur hem dus gewoon een rekening. Voor de uren die ik voor hem werk. En hij is er heel blij mee. Ik ben er heel blij mee. En op die manier probeer ik uh, af en toe in de avond of in de weekenden nog een paar uurtjes te pakken. Maar dat blijft echt bij enkele uren. Dat, uh, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Maar het is wel een leuk extraatje. op het moment dat ik, uh, dat ik op die manier wat bijverdien. Ja, en die dus... bijverdiensten, dat is inderdaad heel leuk. En je, je geeft zelf al aan, daar stuur ik een factuur van. Maar hoe doe je dat dan met je belastingaangifte? Ja, ik hou dus een administratie bij met de, de omzet die ik maak, uh, de omzet uit de overige werkzaamheden. Ik heb geen eenmaandzaak, ik heb geen btw-nummer, ik ben geen ondernemer voor de belastingdienst, voor de inkomsten, voor de btw, ik ben helemaal niks. Maar ik kan als privépersoon uh, dus gewoon een rekening sturen naar een bedrijf, dat zij netjes in, de, uh, in hun boekhouding kunnen boeken als, uh, als, uh, als inkoop. Ze kunnen mooi een inkoopfactuur maken. Um, en ik moet die administratie bijhouden, omdat ik deze omzet moet opgeven in mijn privé-inkomstenbelasting. Uit, uh, ik geloof dat het inkomsten uit overige werkzaamheden heet. En op die manier betaal ik gewoon netjes inkomstenbelasting over de omzet die ik maak. Ja, je maakt als privépersoon inderdaad geen factuur. Je maakt een kwitantie, want het is een, een betaling die moet plaatsvinden. Een betaalverzoek, inderdaad. Een betaalverzoek ja. die uh, jij naar een bedrijf kan sturen. Dat doen wij bijvoorbeeld ook voor onze gesponsorde blogs. Die zijn er in het verleden ook geweest. En op die manier kan je dus wel op een legale manier een factuur sturen. Of in dit geval heet het een kwitantie. En die kunnen dus door het bedrijf in de boeken gewoon meegenomen worden. En dus ook als kosten worden opgegeven. Jij als ontvanger van het geld moet dat opnemen als overige inkomsten. En gelukkig zijn er ook nogal wat belastingregels op dat het inderdaad voordelig uit kan pakken. Zo kan je bijvoorbeeld kosten kan je daarvan afhalen: um, materiaalkosten, reiskosten, al dat soort zaken. Dus lees vooral ook even die regels na bij de Belastingdienst en die nemen we natuurlijk ook op in de show notes: wwwgoedmetgeldpodcastnl 033. Deze aftrekposten die maken het juist ook wel weer heel gunstig om daar eens naar te kijken, want uh, het is nooit zo leuk om nog eens de helft aan belasting af te moeten dragen. Dus op het moment dat jij iets koopt of hè, bijvoorbeeld reiskosten moet maken, dan kan je die in mindering brengen van de inkomsten, waardoor je uiteindelijk meer overhoudt. Want hè, je hoeft het niet alsnog af te gaan dragen bij de Belastingdienst. Nee, precies. Hey, we hebben het nu gehad over wat zijhassels uh, nou, die wij hebben. Um... Ik zou eigenlijk even terug willen naar de, naar de soorten werk die je naast je eigen baan kan doen. En ik denk dat daar drie soorten in te onderscheiden zijn: je kan je gewoon heel simpel je tijd omruilen voor geld. Je kan bij de supermarkt gaan werken voor een tientje per uur. Je kan consulting gaan doen voor 100 euro per uur misschien. Je kan als tweede optie proberen om dingen te kopen en te verkopen. En als derde optie kan je proberen om echt een schaalbaar inkomen op te zetten door een website te maken waar je inkomsten uit haalt, of door een app te hebben en te verkopen, of door een boek te schrijven en te verkopen. En dat kost nog steeds een hoop tijd, maar die zijn dan niet meer één op één gerelateerd aan je inkomen, waar je dat bij het werken voor een uurtarief natuurlijk wel hebt. Een uurtje meer werken is een paar euro meer. Dat is bij een website of bij een boekschrijver natuurlijk niet per se zo. Nee, en als ik dat inderdaad even naar mezelf uh, terug ga kijken, Bas. Jij doet uh, inderdaad consultingwerk voor een, een kennis van jou. Dat doe ik niet, maar bij jou is dus echt één op één een, een uur werken is een uur betaald krijgen. Ja. Uh, als ik dan kijk naar onze blog of onze podcast, dan is dat totaal niet het geval. Nee, ik meestal is het een in, uur werken en niet betaald krijgen. Ja, of nog langer werken en niet betaald krijgen. <laughs> Wow, wow. Uh, maar, maar ondertussen gaat dat wel heel langzaam. Uh, komen er wat stabiele inkomsten binnen? Uh, daar kan je ook een gemiddelde uittrekken en, en al dat. Maar inderdaad, mijn allereerste blog die ik schreef, die heeft gewoon geld gekost, want ik moest eerst mijn hosting en al dat soort zaken moest ik regelen. Uh, dat is er ondertussen kan ik ondertussen allemaal wel financieren, gelukkig. Uh, maar he, je moet inderdaad soms gewoon tijd investeren. Voordat je kan gaan oogsten. En uh, zeker bij sitehustels is dat heel erg fijn. Omdat je, ja, je hebt wat meer de tijd hebt. Het hoeft niet in 40 uur af. Het hoeft niet tussen 9 en 5 gefixt te worden. Maar uiteindelijk kan je dan wel gaan oogsten. En dat oogsten dat kan heel lang en heel fijn geld opleveren. Ja, en de vraag is natuurlijk ook: van waar doe je het voor? Op het moment dat jij uh, een 40-uurige werkweek hebt. En je gaat daarnaast nog een, een, uh, een, aan een bijbaan. Besef je heel goed wat je daarmee doet. En niet alleen uh, of, of het mag, uh, maar ook wat het voor impact op je leven heeft. Want uh, de, de tijdsdruk kan best wel groot zijn en heel groot worden. Zeker als je al een drukke baan hebt, als je nog voor je gezin wil zorgen en daarnaast ook nog gaat werken. Ja, dan besef waarom je het doet. Kijk, op het moment dat jij in de financiële problemen zit, als je schulden hebt en je wilt die zo snel mogelijk aflossen, dan kan het misschien nodig zijn om. Toch die zaterdag in de supermarkt erbij te pakken, om maar even wat te noemen. Daar verdien je weinig mee, dat kost een hoop tijd. Maar als jou dat uit die panarie helpt, ja, dan moet je dat gewoon doen. Ga dat niet blijven doen als je een goed inkomen hebt en je houdt veel geld over elke maand en je denkt ik wil een tientje extra hebben. Ga dan niet bij de supermarkt werken. Weet je, dat, dat is, tenminste, ik zou dat niet doen. Uh, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar besef wat, een bij, eh, wat bijklussen uh, voor impact op je tijd heeft. En zeker als je gewoon tijd voor geld gaat omruilen, ja, dan elk uurtje dat je werkt, krijg je betaald. Maar voor elke euro moet je dus ook tijd spenderen. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk vooral bij, bij mijn blog en deze podcast zo gaaf. Ik vind het zelf gewoon super leuk. En dat er dan nog geld bij komt, is alleen maar mooi meegenomen. En ja, we noemen het een sitehustle, Maar eigenlijk is het gewoon een beetje uit de hand gelopen hobby. Het is een enorm uit de hand gelopen hobby. Um, maar dan moet ik wel zeggen dat ik zie op dit moment het bloggen en de, en de podcast ook niet meer echt als een hobby. Maar ja, het is gewoon een onderdeel van mijn leven geworden. En ik vind het heel leuk om, om met mensen over geld te praten en... Ja, door met elkaar te communiceren, over wat slimmer te worden, nieuwe ideeën op te doen en kennis te delen. Dat, dat, vind ik wat, dat vind ik zo gaaf aan bloggen en podcasten. En inderdaad, daar komt op een gegeven moment wat inkomen bij. Laatst kreeg ik wat mailtjes van mijn affiliate-partner, van een van de affiliate-partners waar ik mee samenwerk. Dat ik weer een paar uh, verkopen had gegenereerd. via een blog dat ik drie maanden geleden heb geschreven. Uh, dat artikel, daar heb ik een uur aan besteed. En dat heeft inmiddels al een paar honderd euro opgeleverd. Weet je, dus dat is wel heel gaaf. Dat je op die manier een heel schaalbaar inkomen hebt. Want ik heb één keer een uur gewerkt... En ja, misschien komt er geen inkomen uit, maar in dit geval een paar honderd euro. Ik heb dat uur drie maanden geleden gewerkt, maar deze maand heb ik er weer wat aan verdiend. En dat, dat vind ik heel gaaf van het schaalbare inkomen. Het nadeel van het schaalbare inkomen is natuurlijk dat het niet gegarandeerd is. Als jij echt nu geld nodig hebt, ja, ga dan niet een website starten. Dat kost super veel tijd en dat gaat waarschijnlijk heel langzaam een klein beetje geld opleveren. Ga dan gewoon ergens een bijbaantje nemen als je nu geld nodig hebt. Maar goed, ik zit er wat anders in. Ik vind het leuk om te bloggen. Um, ja, en al, ik wil gewoon op de langere termijn een klein beetje cashflow hebben. En dat is, uh, dat is ideaal op deze manier te doen. Ja, wij roepen hier natuurlijk steeds sitehustle en extra geld verdienen. Maar je kan natuurlijk ook werken naast jouw gewone baan om andere dingen te krijgen. Zo uh, kan je bijvoorbeeld doen voor wat voldoening of uh, andere kennis opdoen. Uh, er hoeft nooit per se uh, geld te staan tegenover een sitehustle. Denk bijvoorbeeld maar eens aan uh, mantelzorgen of vrijwilligerswerk. Er zijn genoeg mensen die vrijwilligerswerk doen, gewoon omdat ze het leuk vinden, omdat ze er heel veel voldoening uit halen of omdat ze er gewoon superveel van leren. En ja, officieel is dat misschien wel niet echt een side hustle, want het is niet echt een inkomstenbron naast jouw day-to-day -day job. Maar het is wel echt heel belangrijk om op die manier ook eens daarnaar te kijken. En ja, ik denk dat je het eigenlijk zelfs nog gewoon onder de side hustle mag scharen, want ja, je, je doet tenslotte wel gewoon kennis en voldoening op. Tijdens dat werken? Ja, kijk, vrijwilligerswerk is natuurlijk een andere manier om je tijd nuttig te besteden. Hè? Om terug te geven aan, aan de maatschappij of aan een, ja, een, een iets waar jij je goed bij voelt en waar je aan wilt bijdragen. Um, daar hoef je inderdaad geen geld aan te verdienen. En ja, je kan dat op allerlei manieren doen. Je kan gaan helpen bij een voedselbank, maar je kan ook sportles gaan geven aan kinderen. Je kan, nou, noem het maar op. Hè? Je, kan, je kan van alles nog wat doen. En ja, ik vind dat een hele mooie. Manier om je vrije tijd te besteden als je die tijd hebt en als je iets vindt waar je, waar je echt achter staat. Want Arjan, heb jij op dit moment vrijwilligerswerk? Ja, ik doe op dit moment een aantal vrijwilligerstaken. En ik ben bijvoorbeeld in het verleden ook een aantal keer op werkvakantie geweest naar Oost-Europa om daar uh, basisschooltjes op te knappen. Uh, dus eigenlijk ben ik sinds kinds af of aan ook al gewoon bezig om vrijwilligerswerk te doen. Ja, ik doe op dit moment geen vrijwilligerswerk. Maar ik heb in het verleden heel veel uh, sportles gegeven, uh, op de sportvereniging ook in wat commissies gezeten, uh, jeugdkampen georganiseerd en dat soort zaken. Daar kreeg ik uh, nou, helemaal niks voor. Ja, ik kreeg een vrijwilligersvergoeding ervoor. Maar dat was, uh, nou, dat was niet om over naar huis te schrijven, zeg maar. Daar kon ik misschien mijn reiskosten een beetje van dekken en daar hield het wel mee op. Dan kun je nog beter in de supermarkt gaan werken? Volgens Dan, ik had echt sowieso veel beter in de supermarkt kunnen gaan werken. Maar ik vond het wel gewoon heel gaaf om te doen. Weet je. Ik, ben, ik ben sportief, ik sport zelf graag. Uh, ik, ik weet er een en ander van. Ja, en dan is het natuurlijk heel tof om gewoon met kids uh, dat, dat te kunnen doen. En dat je er dan niks aan verdient, ja, dat, dat is niet erg. Um, ik ben ermee gestopt toen ik, uh, toen ik echt een drukke baan begon te krijgen. En ook andere dingen ging doen. Maar dat is zeker wel iets wat, uh, ja, wat ik heel tof vond om te doen. En wat ik zeker in de toekomst zo weer zou willen gaan doen. Ja, dus inderdaad, sitehussel, het is heel breed. Je kan je tijd één op één gaan inruilen voor een inkomsten. Hè, een, een, gewoon een uurloon. Je kan iets. Laag inkopen en hoog verkopen. Dus uh, he, wees de persoon tussen de inkoop en de verkoop. En je kan uiteindelijk ook gewoon een schaalbaar iets gaan maken. Maar weet ook gewoon: een uh, sitehusel kan dus ook echt iets zijn die geen geld oplevert, die jouw kennis oplevert, die jouw ervaring oplevert uh, en die dus gewoon wat bijdraagt aan de maatschappij. Ja, uh, als jij nou een sitehussel hustle hebt of als jij nou bijklust, laat dat ons weten. Want uh, ja, wij zijn eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in wat jullie nou doen. Dus ga naar www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 033, aflevering 33 zitten we in namelijk. En laat daar een reactie onder met de sitehussel hustle die jij op dit moment uitvoert. Als je dat nou niet doet, laat dan geen reactie achter op de website. Maar laat lekker je vijfzeren rating achter op iTunes, Spotify of waar je dan ook naar onze podcast luistert. Ja, want bij Apple Podcast staan we relatief hoog in de charge onder bijvoorbeeld investeren of geldzaken. Maar dat willen we natuurlijk wel graag zo hoog mogelijk houden. Dus uh, zulke beoordelingen zijn natuurlijk altijd meer dan welkom. Heb je feedback? Stuur ons vooral een mailtje met feedback. Want daar leren wij ook nog elke keer van, zelfs nu na 33 afleveringen. Dit was goed met geld. Aflevering 33. Tot volgende week. Tot volgende week.